Zuhal de heeft het niet zo voor de Vlaamse boeren. Dat is intussen wel duidelijk. Maar in haar strijd tegen de boeren is ze nu wel echt te ver gegaan. Tijdens een kort interview met VTM slaagt ze erin om maar liefst drie keer flagrant te liegen over onze Vlaamse landbouwers. Ten eerste zei Zuhal de dat een gemiddeld landbouwbedrijf 20 tot 28 ton stikstofuitstoot heeft. Terwijl Ineos, een chemisch bedrijf in Antwerpen, er slechts 18 ton heeft. Daarmee wil ze de kritiek afwimpelen dat alle inspanningen moeten komen van de boeren. Maar haar cijfers die kloppen helemaal niet. Haar woordvoerder probeerde die leugens dan nog in te dekken door een aantal voorbeelden te geven van die zogezegde landbouwbedrijven. Zo verwees hij naar een bedrijf in Arendonk met 12.588 varkens dat 24,8 ton ammoniak uitstoot, en een bedrijf in Hoogstraten met 7.203 varkens dat 24,2 ton ammoniak uitstoot. Maar dat zijn helemaal geen gemiddelde bedrijven, zoals Zujal beweert. Dat zijn extreme voorbeelden. De gemiddelde varkenshouder in Vlaanderen heeft 1500 varkens, en dus ook veel, veel minder uitstoot dan Zuhal de Mier beweert. De boerderij van de Abdij van Averboden bijvoorbeeld een, een prachtig stuk Vlaams erfgoed dat Zujal de Mier wil laten sluiten, stoot amper 1 ton stikstof uit. 24 keer minder dan het zogezegde cijfer dat gemiddelde zou moeten zijn dat Zohaldemir rondbazuint. Je zou dan toch denken, als je echt het beste met de boeren voor zou hebben, dat er dan op zijn minst al de correcte informatie gebruikt. Als het hier echt om stikstof gaat, hoe kan het dan dat de stikstofcijfers van Zohaldemir manifest onjuist zijn? Allemaal heel bizar. En daar blijft het trouwens niet bij. Donald Demir die ging verder met het zwartmaken van de Vlaamse boeren en die beweerde vervolgens dat Vlaanderen een deel van de varkens dat het niet geëxporteerd krijgt gewoon zomaar vernietigt. Een heel straffe uitspraak, een zware beschuldiging voor onze boeren en alweer klopt ze niet. In Vlaanderen worden helemaal geen gezonde varkens vernietigd, maar wel karkassen van zieke dieren en gelukkig maar, want die betekenen een gevaar voor de volksgezondheid en de gezondheid van de dieren. Er worden dus geen eetbare varkens vernietigt, zoals Zoal Demir beweert. En alsof het nog niet genoeg was, blijft de leugentrein van Demir gewoon doorrazen. Want op het einde van het interview minimaliseert ze nog eens de noodkreten en de bezwaren van de getroffen boeren door te beweren dat er voor elk bezwaar van de boeren ook een bezwaar bestaat van natuurorganisaties. Maar dat kan natuurlijk helemaal niet. In West-Vlaanderen alleen al werden er meer dan 3000 bezwaren ingediend door getroffen boeren, terwijl er maar een handvol bezwaren werden ingediend door getroffen natuurorganisaties. De ene leugen na de andere dus. Waarom toch allemaal? Als er echt een probleem is en als je dat probleem echt wil oplossen, waarom moet je dan voortdurend polariseren en liegen? Als je echt oplossingen wil, dan leg je toch gewoon eens haarfijn uit aan de mensen met de juiste cijfers wat het probleem nu juist is. Waarom gebeurt dat niet? Als je echt een oplossing wil, dan werk je toch gewoon. Samen met de boeren in plaats van hen te demoniseren. Boeren die zitten in het DNA van Vlaanderen. Zij maken een onmisbaar deel uit van onze cultuur, van ons sociaal weefsel en ja, ook en vooral van ons natuurlandschap. Boeren moeten worden gezien als partners in natuur- en landschapsbehoud en niet als de vijand. Jij kan trouwens ook je deel doen door zoveel mogelijk. Rechtstreeks van onze boeren te kopen en door overal en altijd te laten zien dat je onze boeren steunt. Zeker wanneer ze worden gedemoniseerd door politici.